Universiteit van Nederland. We associëren zweet vaak met vieze dingen. We vinden het smerig. Maar het heeft ook een heel belangrijke functie in mensen, namelijk sociale communicatie. Hoe communiceren we met zweet? Gedragsbioloog Jasper de Groot van de Radboud Universiteit Nijmegen doet er al zijn hele leven onderzoek naar. Hij is dé expert op het gebied van angstzweet en kan het al van mijlenver ruiken. Nou, mijlenver is niet waar. Als in misschien een meter afstand. Maar geuren hebben wel een vermogen om zich over grote afstanden te verplaatsen. Maar wel in een wachtrij voor bijvoorbeeld de Baron in de Efteling. Dat ik het opmerkte bij iemand anders. Dat ik denk van, hé, die geur die herken ik uit mijn experimenten. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk iemand die bang is voor die achtbaan. Angstzweet ruikt namelijk anders dan sportzweet. Raar misschien, maar dat is niet zonder reden. Lang geleden, dus bijvoorbeeld als een soortgenoot van ons een grot inging en daar zat een beer in die een persoon heel veel angst aanjoeg. Dan kan dat een geur van angst veroorzaken die daar een beetje blijft hangen. En dan als een andere soortgenoot dan daar in de buurt komt, dat hij dan alert gemaakt wordt van, oh ja, er is hier iets aan de hand, ik moet opletten. En ik moet daar niet heen, maar ik moet juist de andere kant op, ik moet vermijden. En geur is een van de communicatiekanalen waarmee we dat kunnen bereiken. Anders dan andere dieren ook alert maken met wilde gebaren of door hard te schreeuwen of iets dergelijks. We kunnen de angst van een ander ruiken en zijn dan meer op onze hoede. Tijd voor een experiment. Dan mag je hier gaan zitten en dan ga ik ervoor zorgen dat je straks dat geurexperiment kunt doen. Dus daarvoor mag je dit even onder je neus houden. Daar komen straks de geuren doorheen. Een van die geuren komt van Universiteit van Nederland redacteur Eliane. Zij heeft pads onder haar armen gekregen die haar zweet opvangen. Ze neemt plaats in een donkere, lege bioscoopzaal. Nou, ik wil echt niet van horrorfilms. Waar de meest gruwelijke momenten uit horrorfilms te zien zijn. Haar verse angstzweet gebruiken we straks voor ons experiment. Maar voordat we aan angstzweet gaan ruiken, wat is zweet eigenlijk? Zweet heeft eigenlijk twee functies. Dus de meest bekende functie is dat je over je hele lichaam gaat zweten om af te koelen. Dus je hebt het bijvoorbeeld warm, of je bent intensief aan het sporten, je lichaam moet warmte kwijt en dan komt er water op je huid. En als daar wind overheen komt, dan helpt dat om je af te koelen. Dat zijn de eccrine zweetklieren die daarvoor zorgen. Maar je hebt ook een ander soort zweetklieren, dat zijn de apocrine klieren. En die zitten vooral in je oksel. En die reageren op als de adrenaline door je lijf giert. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een horrorvideo en daar heel gestrest door raakt. En dan zorgt dat voor een vloeistof die in eerste instantie nog geen geur bevat. Dus ze hebben een soort van molecuul voorlopers die in die vloeistof zitten. Maar doordat er ook bacteriën in je oksel zitten, dan die reageren daar weer op. En uiteindelijk creëert dat moleculen die we ook daadwerkelijk kunnen ruiken. Dat is een ander soort zweet. Apocrine zweet is anders in de oksels dan wanneer je het gewoon warm hebt. En dat je gewoon zweet op de rest van je lichaam. Het heeft een andere geur. Even samengevat. De eccrine zweetklieren zorgen dus voor afkoeling. De apocrine zweetklieren, die worden geactiveerd wanneer je emoties zoals angst ervaart. In zijn lab kan Jasper verschillende zweetgeuren exact namaken. Zowel gewoon zweet als angstzweet. Handig voor zijn onderzoek, want dan hoeft hij niet de hele tijd proefpersonen naar horrorfilms te laten kijken. Trots laat hij redacteur Nikki aan een van zijn geurcreaties ruiken. Ja, het is net alsof je een sporttas te lang hebt laten liggen. Het ruikt een beetje naar vieze voeten, dat is valeriaanzuur. En in dit buisje zit de geur van angst die we hebben nagemaakt. Het is niet een kenmerkende geur, de geur van angst. Het is een zweetvoetengeur, is heel sterk en dat meestal intenser. En dat herken je ook uit duizenden. Maar de geur van angst is subtieler. Het is een beetje een licht, het is licht zuurig. Niet heel erg overdreven geur. Licht onplezierig. Ik zou er geen woorden aan kunnen vuilmaken, anders dan dat ik het herken als de geur van angst. Dat goede reukvermogen van Jasper is niet uniek.
Mensen kunnen sommige geuren zelfs beter herkennen dan bijvoorbeeld honden dat kunnen. Ik het vergelijk met de andere zintuigen. We kunnen miljoenen kleuren onderscheiden en duizenden tonen. En bij geur was eerst het idee, nou misschien kunnen we 10.000 geuren onderscheiden. Maar er is een onderzoek geweest dat laat zien dat we zelfs tot een triljoen geuren kunnen onderscheiden. Dus veel meer dan kleuren en tonen samen. En het bijzondere daarvan is dat we daarmee emoties kunnen uitdrukken. En dat dat niet invloed heeft op onszelf, maar op een andere persoon. Inmiddels is Eliane klaar met griezelen en hebben we genoeg echt angstzweet verzameld voor ons experiment. Dit is het angstzweet dat we van Eliane hebben verzameld tijdens het kijken van de horrorfilms. En we gaan nu kijken wat voor effect dat heeft op onze proefpersoon tijdens het experiment. Tijd voor redacteur Nicky om de verschillende geuren te onderscheiden. De computer stuurt aan welke geuren uiteindelijk verspreid worden via die machine. Dat is een olfactometer. En zo ruikt ze verschillende geuren. Dus die walging opwekkende zweetvoetengeur, de geur van angst in dat potje, dus de moleculen die we hebben nagemaakt. En ook de geur van angst die we hebben verzameld tijdens de horrorfilmpjes. En gewone lucht, om te kijken wat het verschil daar allemaal tussen is. Ik ruik niks. Nu is onze proefpersoon bezig met het beoordelen van gezichten. Je koppelt namelijk onbewust de geur die je ruikt aan de emotie die je denkt te zien op iemands gezicht. Ik rook hem niet zo goed. De taak is om eigenlijk aan te geven van bevat dit gezicht angst of walging. En het idee is dat als de geur van angst wordt aangeboden, vlak voor het zien van zo'n gezicht, dat onze proefpersonen en mensen in het algemeen eerder geneigd zijn om angst in het gezicht te zien dan walging. En bij die zweetvoetengeur is het andersom. Dan zien ze eerder walging in het gezicht. Dus dat proberen we zo te onderzoeken. Angst moet dus onbewust angst opwekken. En walging zou nog meer walging opwekken. Ja, klinkt logisch. Maar Nicky kreeg vooral, zonder dat ze dat wist, angstzweet aangeboden. Dus het kan zo zijn dat ik nu angstiger ben. Ja, dus het kan zijn dat het misschien een beetje een na-effect heeft. Maar het is niet zo sterk als het effect van wanneer je een leeuw loslaat in het lab en je daar nog heel lang adrenaline van hebt. Maar je hebt ook een walging opwekkende geur geroken natuurlijk. Dus daar kun je ook nog na-effecten van hebben. Het lijkt Nicky nu allemaal weinig te doen, maar waarschijnlijk is er toch iets bij haar getriggerd. Het vermoeden is dat het gewoon een mechanisme is waarmee we een soortgenoot kunnen waarschuwen. Dus als je angstig wordt, dan produceer je angstzweet. En dat kan jezelf alerter maken, maar ook een soortgenoot. Het kan een soortgenoot waarschuwen, zelfs al terwijl je niet eens meer aanwezig bent. Dus een soort, bij zo'n spreken, een soort e-mail uit de prehistorie is. Dus je hoeft zelf niet aanwezig te zijn om een boodschap over te brengen. En mogelijk is het daardoor bewaard. Maar je lichaam weet, dit is gewoon een heel automatisch proces wat er plaatsvindt. Dus ook al vinden we zweet vaak vies, het heeft een belangrijke sociale functie. Het lijkt dus zo te zijn dat communiceren via geur eigenlijk onze oudste taal is. Dus nog voordat we woorden hadden, dat we al informatie konden overbrengen naar onze soortgenoten. En als je kijkt naar andere diersoorten is geurcommunicatie een van de meest, een van de eerste vormen van communicatie die er überhaupt was. En bij mensen lijkt dat dus ook bewaard gebleven te zijn. Dankjewel Jasper voor je uitleg over zweet. Wij griezelen nog even door in de bioscoop. Wil jij nou nooit meer een aflevering missen? Blijf ons volgen. Tot de volgende!